In deze video de afstand van een punt tot een lijn. Nou, ik heb hier lijn L en ik heb hier punt P. En we gaan zometeen de afstand berekenen van P tot L. We gaan ook nog dat voorbeeld gaan we doen, maar eerst even theorie. Bij de afstand van een punt tot een lijn speelt het begrip loodrechte projectie een rol. Nou, laten we dat gaan doen. Hè. Dus we gaan die P die gaan we projecteren op lijn L, loodrecht. En dan noem ik dat snijpunt van die twee lijnen noem ik dan P-accent. Hè, dus P-accent is de loodrechte projectie van punt P op lijn L. Nou, en de afstand van P tot lijn L, de notatie zet ik eronder. De D staat voor distance, hè, dus de afstand van P tot L. En dat is dan weer gelijk aan de lengte van lijnstuk P, P-accent. Notatie, distance P, P-accent. Hè. Dus de afstand van P tot die lijn L is dan gelijk aan de afstand van P tot P-accent. Nou ja, en dat kun je weer berekenen met de stelling van Pythagoras. Nou, daar staat de theorie nog een keertje. Nou, we gaan een beetje ruimte maken, want we gaan dat werkschemaatje gaan we even invullen. En dan gaan we de afstand berekenen van punt P tot lijn L. En dat doen we stapsgewijs. Dit is de vraag, dus bereken exact. Dus ga niet afronden op een aantal decimalen. De afstand van P tot L. Oké, stap 1. Stel een vergelijking op van lijn M door P loodrecht op L. Oké. Dus we noemen die lijn eventjes M door P loodrecht op L. Oké. Nou, dan weet ik van lijn M het volgende. Kijk, als lijn M loodrecht staat op die lijn L, dan zijn de richtingscoëfficiënten met elkaar vermenigvuldigd min 1. Dus de richtingscoëfficiënt van lijn M is dan min 2. Want min 2 keer een half is min 1. Nou, lijn M gaat door P. Dus we kunnen berekenen die letter P. Dus ik ga de x vervangen door 2. En dan is de uitkomst 9, dus dat is de i. Nou, min 2 keer 2 is min 4. En als je dat naar de rechterkant doet, heb je plus 4. Dus dan heb je B is 13, dus we hebben lijn M. We gaan naar punt 2 van het werkschema, want wat moeten wij doen? Bereken de coördinaten van het snijpunt B van L en M. Oké, dus dit is B. Oké, dus we gaan de coördinaten berekenen van punt B. Dus dat betekent dat L is M gaan we oplossen. Dus we maken een lineaire vergelijking in dit geval. Dan breng ik de x naar de linkerkant. Dus dan heb ik een half x plus 2x is 2,5x. En ik krijg aan de rechterkant 13 min 6. Nou, dan ga ik links delen door 2,5. En rechts ook. Dan wil ik weten wat i is. En dan pak ik een van die twee formules. Ik kies voor L. Dat lijkt me wel even makkelijk. Dus ik ga die x ga ik vervangen door 2,8. Dus dan krijg ik een half keer 2,8 plus 6. En wij hebben hier b. Oké, we gaan naar punt 3 van het werkschema. Oké, dus de afstand van p tot l is gelijk aan de afstand van p tot b. Dus we gaan aan de slag met Pythagoras. Dus we doen het verschil in x in het kwadraat. We doen het verschil in y in het kwadraat. Dat tellen we bij elkaar op.
En dan komen we uit op de wortel van 3,2. Nou ja, onder het wortelteken laten we liever geen komma-getal staan, maar laten we dat een andere keer doen. Het is een exact antwoord. Nou, laten we gaan naar de volgende bladzijde. En ik heb hier dat voorbeeld staan. Dus je kunt nu zeggen, ik zet hem even op pauze, ga ik het zelf proberen. En als je dat niet doet, dan blijf je natuurlijk kijken. Nou, het allereerste wat opvalt is dat op de vorige bladzijde hadden we dus een formule. En die was geschreven, I is AX plus B. En we hebben hier dus geschreven een lineaire vergelijking met twee variabelen. Maar dat maakt op zich niet uit. Laten we gaan kijken naar punt 1. We gaan een vergelijking opstellen van lijn M door P loodrecht op L. Nou ja, dit is natuurlijk het werkschema dat hoort bij de volgende bladzijde. Maar we gaan dus de formule opstellen van L. En die gaat dus door A en staat loodrecht op K. Nou, dan weet ik van L, ik weet niet de startwaarde, hè, dus vandaar de letter C. Okay, dan ga ik eventjes kijken naar die 2, die staat voor de I. Dus die 2 zet ik voor de X. Ik ga kijken naar die 3, die staat voor de X en die zet ik hier voor de I. Die 3 is hier positief, dus ik maak hem hier negatief. En die L gaat door A. Dus ik ga die X vervangen door 5 en die I ook. En als je dat uitwerkt, dan heb je C. Want 10 min 15 is min 5. Dus we hebben hier L. We gaan naar stap 2. Bereken de coördinaten van het snijpunt B van L en M. En wij gaan dus berekenen dat snijpunt van K en L. En ik heb 2 keer een lineaire vergelijking met 2 variabelen. Dus ik maak een stelsel. En ik zet ze er allebei in. En ik heb het volgende bedacht. Ik ga die bovenste ga ik vermenigvuldigen met 3. En die onderste met 2. Want dan ga ik I elimineren. Dus keer 3. Keer 2. Ik zet er een streepje onder. En dan ga ik ze optellen. Want 6i plus min 6i is 0. En dan kun je dus berekenen wat x is. Nou, dan ga ik links delen door 13 en rechts ook. Nou, die x is 2, die ga ik in 1 van die 4 zetten. Maakt niet uit welke. En ik heb gekozen voor die. Dus die x vervang ik door 2. 2 keer 2, min 3i. 2 keer 2 is 4. En aan de rechterkant heb je dan min 4. Dus min 3i is min 9. Links delen door min 3 en rechts ook. En dan hebben wij dat snijpunt te pakken. En ik heb een B genoemd. Dan gaan we naar stap 3. Gebruik de afstand van P tot L is de afstand van P tot B. In ons geval de afstand van A tot lijn K is gelijk aan de afstand van A tot B. Dus we pakken Pythagoras, hè, dus we doen het verschil in x. We doen het verschil in i, allebei in het kwadraat, eventjes optellen. Nou, dan zijn we zo goed als klaar, hè? Want dan is ons antwoord de wortel van 13. Nou, er staat exact, dus we zetten dit niet in de rekenmachine. We laten dit mooi zo staan. Ik zeg einde video, tot de volgende keer.